Jij wil graag een nieuwe airfryer kopen, maar dan is één belangrijke vraag die je jezelf stelt. Moet ik gaan voor een dubbele airfryer met twee kookvakken of voor één airfryer met één kookvak? Laten we uitzoeken welke het beste bij jou past. Airfryers met twee kookvakken zijn steeds populairder aan het worden en daarom is het ook niet zo gek dat je deze keuze voor jezelf moet maken. Ik heb hier een Ninja Foodi AF300EU staan, een dubbele airfryer van het merk Ninja. En zoals je ziet heeft deze twee kookvakken. Nou, wat gelijk opvalt is dat deze kookvakken wat langwerpig zijn. Ze zijn dus niet rond of breed zoals deze van Philips. We gaan straks even naar kijken. Maar dit zijn dus twee langwerpige kookvakken. Ze zijn ook vrij hoog. En ze hebben op de bodem hebben ze een plaatje liggen. Nou, Ninja noemt het zelf de Crisper Plate. En het is eigenlijk een heel eenvoudig plaatje die op de bodem ligt van dit kookvak. Het crisperplaatje is dus eigenlijk een soort vervanger van een frituurmandje. Er ligt dus alleen maar op de bodem dit plaatje en that's it. Dus bij dit type airfryer, en dat is bij heel veel dubbele airfryers is dat zo, is dat die alleen maar voorzien is van eigenlijk een uitneembare pan met op de bodem zo'n plaatje. Nou, dat crisperplaatje heeft op de uithoeken heeft hij zo'n rubberen of siliconen voetje. En het zorgt ervoor dat dat plaatje met best wel wat grip op de bodem van je kookvak blijft zitten. Je kan hem dus best wel een beetje schuin houden zonder dat je er bang voor hoeft te zijn dat hij er gelijk uitvalt. Maar je zal zien als ik er even mee schud dat hij er dan wel uit gaat vallen. Dus je kan zo'n kookvak niet helemaal omdraaien zonder dat je er bang voor hoeft te zijn dat dat allemaal eruit valt. In het begin zal je merken als hij net nieuw is dat dat crisperplaatje er wat steviger in ligt. Maar na gebruik dan ga je toch merken dat er wat stroefheid mist, om het zo eventjes te zeggen. Gaan we even kijken naar deze Philips airfryer of elke andere airfryer met één kookvak. Nou, dit is in dit geval een vrij luxe variant met zo'n uitschuifbare lade. En die heeft dus ook te maken met een pan, maar in de pan zit een uitneembaar mandje. Dus dit is een uitneembaar mandje en bij de Philips airfryer XXL kun je ook nog eens een keertje dit netje eruit halen. Zodat je het onderdeel helemaal netjes kan schoonmaken. Dat is ook niet bij elke airfryer natuurlijk het geval. Dat is vrij uniek voor deze airfryer. En je hebt dan uiteindelijk de pan die ook uitneembaar is. En deze heeft dan te maken met zo'n heel uitschuifbaar lademechanisme op zo'n rails. Werkt allemaal super prima. Maar het gaat eventjes in het begin om. Van ja, wat voor kookvak past nou eigenlijk bij jou? Nou, wat je dus ziet is dat zo'n airfryer met één kookvak, dat vaak wat groter is. Dus het heeft dan wat grotere oppervlakte. Als je het gaat vergelijken met een dubbele airfryer, die is gewoon wat smaller. Want anders wordt zo'n airfryer veel te breed als je daar twee van deze mandjes naast elkaar zou doen. Nou, wat is er dan beter? Nou, als je wil koken met bijvoorbeeld zo'n bakvorm, die kun je prima in zo'n mandje neerzetten. Moet natuurlijk wel passen qua afmetingen, maar de meeste, dat past gewoon prima. Maar voor dit type kookvak, die dus wat langwerpiger is, ja, is het eigenlijk lastig om zo'n bakvorm erin te zetten. Dit is een vrij kleintje, maar er zijn eigenlijk voor dit vormpje zijn niet zo heel veel bakvormen beschikbaar. Dan ga je vaak naar universele siliconen bakvormen die daar speciaal voor gemaakt zijn. Maar het aanbod is daar wel een stukje kleiner van. Nou is het wel zo dat je dit kookvak eigenlijk ook kan zien als één grote bakvorm. Want je kan natuurlijk dat plaatje eruit halen en dan kun je dit eigenlijk gewoon gebruiken als een bakvorm. Dus je zou dit kunnen insprayen en je kan hier bijvoorbeeld een beslag op de bodem leggen en je zou hier dus een brood in kunnen maken. Nu is het wel zo dat ik een bakvorm zelf prettiger vind werken. Als ik een bakvorm in de airfryer zet, in het mandje, we plaatsen deze erin. Nou, wat je dan gaat krijgen is dat bij deze airfryer de lucht, die wordt van onderaf wordt die eigenlijk aangezogen. Maar in feite is de luchtcirculatie in deze situatie beter dan wanneer je dat hebt in deze dubbele airfryer. Wat heeft namelijk te maken is dat de lucht hier langs wervelt en uiteindelijk ook de onderkant van je gerecht kan bereiken. Dus ook de onderzijde van je brood of van whatever je aan het maken bent in je bakvorm wordt dus ook verwarmd. Dat zal je dus nooit krijgen bij zo'n airfryer mandje. Want de lucht wordt eigenlijk alleen maar van bovenaf erop geblazen en de onderzijde blijft dan achter in garing. Dus je hebt eigenlijk betere prestaties bij dit type airfryer en in het bijzonder bij de Philips Airfryer XXL. Laten we eventjes nog een paar voor- en nadelen doorlopen van een dubbele airfryer en een airfryer met één kookvak. Nou, een dubbele airfryer, ik vind het top omdat je hier namelijk
twee gerechten tegelijk kan klaarmaken. Die ook nog eens een keertje een verschillende baktijd en een baktemperatuur hebben. Want je kan die kookvakken, kun je elk apart van elkaar, dus onafhankelijk van elkaar instellen. Dus, je kan bijvoorbeeld in dit kookvak kan je frietjes maken. En in dit kookvak doe je bijvoorbeeld kipdrumsticks. Je zorgt ervoor dat alles netjes van elkaar gescheiden blijft. En je kan dus die hele temperatuur en baktijd los van elkaar instellen. Dat kun je dus niet bij deze airfryers doen. Dus een enkele airfryer die heeft altijd een enkele instelling. Dus een enkele instelling voor de temperatuur en de enkele instelling voor de timer. Nou, een minpuntje van een dubbele airfryer is dat hij wat meer ruimte inneemt in de keuken. Hij is gewoon een stuk breder dan deze al grote XXL airfryer van Philips. Dus dat betekent dat je wel wat meer ruimte nodig hebt op je aanrecht. Maar ook bijvoorbeeld in de kast waar je airfryer gaat opslaan als je hem niet op je aanrecht wil laten staan. Dus hij is gewoon een stukje groter. Nou, een pluspunt van bijvoorbeeld deze Ninja airfryer is dat hij dus twee losse spiralen heeft. Dus hij kan op twee verschillende manieren dus die baktijden en die temperatuur instellen. Dus dat betekent dat je ook gewoon bijvoorbeeld maar één zo'n bakvorm hoeft te gebruiken als je dat wil. Dus bij kleinere porties is het aantrekkelijker in energieverbruik om zo'n dubbele airfryer te gebruiken. Want als je hier bijvoorbeeld wat frietjes in doet voor één persoon of voor twee personen, dan hoef je alleen maar één zijde van die airfryer aan te zetten. En die heeft dus minder wattage nodig dan dat je een hele grote airfryer in zijn geheel moet verwarmen. Nou, tot slot nog een laatste minpuntje vanwege het formaat van dit kookvak. Is dat dus niet elk gerecht hierin past. Denk bijvoorbeeld aan een diepvriespizza, die krijg je hier niet lekker in. Sommige focaccia broden passen hier niet lekker in. Een stokbrood die past hier niet altijd lekker in. Moet je trouwens ook bij deze vaak even doorsnijden. Maar deze vorm is niet voor elk gerecht even makkelijk. Maar als jij gewoon frietjes, snacks, kip, losse dingetjes maakt, dan is dat natuurlijk gewoon geen enkel probleem. Maar als jij dus ook met die accessoires wilt werken en je wilt wat meer gaan bakken, dat soort dingetjes, broden gaan maken, dan is misschien zo'n vorm als deze wat minder geschikt voor jou. Nou, als ik zou moeten kiezen tussen een dubbele airfryer of een airfryer met één kookvak, dan moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik dat echt wel een lastige keuze vind. Want ik vind het heel erg prettig om met deze airfryer 's avonds eten klaar te maken, omdat je gewoon met die twee kookvakken verschillende dingen tegelijk kan bereiden. En ik merk toch dat je met zo'n enkel kookvak, dat je daar vaker wat tegenaan loopt, dat je wat creatiever moet zijn met je planning eigenlijk. Of dat je toch vaker een pan extra op het fornuis hebt staan om iets te maken. Maar vanwege dit grotere oppervlak en vanwege de accessoires die ik kan gebruiken, ja, vind ik het ook prettig om zo'n enkele airfryer te gebruiken. Ja, eigenlijk vind ik het gewoon lastig om er eentje aan te bevelen. Je moet voor jezelf echt nagaan, wat wil ik er nou mee maken? En ja, heb ik echt die twee kookvakken allereerst nodig? Ben ik vaak verschillende dingen tegelijk aan het maken? Of wil ik eigenlijk alleen maar frietjes of alleen maar bitterballen maken? Dan heeft het nut van zo'n dual airfryer, dat nut is er dan eigenlijk niet echt. Misschien ook als jij al een enkele airfryer hebt, dan is zo'n dubbele airfryer echt een prima aanvulling. Want je hebt eigenlijk dan drie kookvakken die je tegelijk kan gebruiken. Dus ja, je moet het echt voor jezelf weten. Als je een specifieke vraag hebt over dubbele airfryers of enkele airfryers, laat dan zeker eventjes weten hieronder in de reacties. Dan zal ik erop reageren. Of bekijk mijn website frituurgezond.nl voor advies over airfryers. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet je ook niet om te abonneren op mijn kanaal van frituurgezond.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.